Dag allemaal, ik ben hier met Lieven van Belgian Co-Band. Kun je misschien jezelf voorstellen, maar vanavond was het niet de Co-Band. Goedenavond iedereen. Vanavond was het inderdaad niet de Belgian Co-Band, omdat Wesley kwam terug van reis en blijkbaar was de, waar hij geweest was, een rode zone geworden en moest hij in quarantaine. En ben ik en Rick, dus de solo-gitarist, die ook bij de Co-Band speelt, als backup hebben wij met de Nightlife hier gespeeld. Dat is wel een heel leuk optreden hoor, ik heb er echt wel van genoten. Wat vond je er zelf van? Wel, voor mij was het eigenlijk de spits die dat ik moest afbijten, want voor mij was het de eerste maal dat ik met de Nightlife speelde. Nightlife bestaat al 34 jaar. Maar ik speelde er nog maar 2 jaar bij. Door corona hebben we nog niet opgetraind. Dus het was echt wel. Het was heel tof. Het was een tof publiek. Het was een toffe locatie. We kunnen echt niet klagen. En volgens wat ik gehoord heb van veel mensen, waren ze echt wel blij met de vervanging. Ja, het zat inderdaad veel ambiance in. Is het in feite de eerste keer dat je in een brouwerij speelt? Want dat is ook wel een heel unieke locatie. En ja, ik vond de akoestiek wel heel goed hoor. Voor, het is geen echte venue, het is geen echte zaal. Wel, dat is niet de eerste keer dat we in een brouwerij spelen, maar de eerste keer binnen in een brouwerij. We hebben al eenmaal de bierfeesten van Roman gespeeld in Oudenaarde. Dat was echt ook heel tof, maar dat is buiten. Je kunt dat niet vergelijken hier binnen. En de sound was perfect, het publiek was, had er zin in, wij ook, en ja, dat maakt natuurlijk veel. Ja, de sound in het publiek was ook heel goed hoor, echt wel, je kon alles horen en het was echt wel een mooi warm geluid. Nu, ik wil vooral een paar vragen stellen van de Co-Band. Kun je misschien een korte biografie geven van de Co-Band? Wel, de Belgische Co-Band is opgericht in 2007. Volgend jaar bestaan we dus 15 jaar. Ik ben het oudste lid daarvan, omdat we een paar wissels hadden gehad in de loop der jaren. Dat was in de tijd opgericht door vader en zoon. Maar dat is een klein beetje spaak gelopen. Niet met veel strijd en allemaal, maar dat ging niet meer goed. En na ons Mali optreden hebben we dan moeten opteren voor een andere bezetting. Dus ik en Wesley, de drummer, hebben dan moeten opteren voor een andere bezetting. Dat is perfect meegevallen. We hebben dan ook een sabbatjaar gehouden, omdat het eigenlijk een beetje te veel wordt. Op een korte tijd hebben we eigenlijk heel veel concerten gedaan. Wij hebben tussen 2013 en 2017 en wij rond de 250 concerten gedaan. En het was een beetje veel aan het worden, omdat wij ook geen beroepsmuzikanten zijn. Wij spelen nog altijd voor het plezier. Dat merk je ook als we met de Co-Band spelen, dan zie je het plezier. En dat is ook iets dat hij afstelt op het publiek. En het blijft toffe muziek en de mensen blijven er amuseren. En dat is nog altijd het belangrijkste, het amusement dat je aan de mensen kan schenken op een avond. Dat is het hoogste dat je kan bereiken als muzikant. Zoveel optredens, is dat dan over heel België, maar waarschijnlijk dan ook wel de buurlanden, of niet? Wij spelen ook heel veel in Nederland. Wij hebben ook elk jaar een paar optredens in Duitsland gespeeld. Ook 2 jaar geleden hebben we nog in Engeland gespeeld, volgend jaar spelen we weer in Engeland. Dat is dan op het Status Quo Convention. Dat is eigenlijk, moet ik zeggen, het Walhalla voor een Status Quo Tribute Band. Daar speelt alles. Dat is gewoon een hans weekend Status Quo met enorm veel fans. En de fans van Status Quo, dat is één groep. Van waar je ook komt, van waar je ook bent, hoe je eruit ziet, hoe oud je bent, dat is één groep. Iedereen is vriendelijk tegen elkaar, iedereen is echt tof met elkaar om. Het is geen strijd. Het is gewoon, iedereen komt voor de muziek en de muziek primeert en het plezier primeert. En dat is wat wij ook in de tijd hebben aansproken met Status Quo. Omdat ik heb die leren kennen op een heel toevallig optreden in 1988 en ik was direct verkocht.
Nu, jullie spelen Status Quo. De oude en de nieuwe nummers, allee, de nieuwere nummers of beide? Of naar lang de situatie waarschijnlijk? Ja, dat klopt. Wij spelen zo'n beetje een mix van de beide. Wij spelen de nieuwe Status Quo voor een groot deel. Omdat wij zijn de enige co-tribute band die in die Army Now speelt. Waarom? Omdat wij veelal spelen voor het grote publiek. En iedereen kent dat nummer, iedereen zingt dat nummer mee. En dat is natuurlijk, ja, iedereen zingt graag mee. Als je een bekend nummer speelt en je kan meezingen, iedereen doet dat graag. En dat is ook wat zo tof is als Status Quo. Zing die oude nummers mee, zing de nieuwe nummers mee. Oei. Veel liefde, veel liefde. Maar wij spelen ook naar lang waar we spelen, oudere nummers. En als er dat gevraagd wordt, dan spelen we echt de oeroude nummers zelfs. Maar dat hangt een beetje af van de situatie, zoals je net vermeldde. Zelf ben ik sinds deze zomer de gelukkige eigenaar van Pictures of a Magic Man, de originele single, in een heel goede staat. Wat vind je zelf van die psychedelische periode van Status Quo? Ik vind persoonlijk wel de beste. En ook begin van de rock and roll dan dat ze maakten. Maar achteraf kwam het wel iets te veel. Allee, voor mij dan, hè? Wel, het was anders. De psychedelische muziek is tof. Dat is leuk. En wij merken ook dat iedereen nog wel die psychedelische nummers smaakt. Wij spelen ook altijd wel ernst nummers uit een beginperiode. Wij spelen ook niet altijd heel bekende nummers bij het publiek. Maar wij merken ook dat het publiek wel even goed staat te dansen op die nummers dan op de bekende nummers. Natuurlijk, ja, als Down Down speelt, dan gaat iedereen uit zijn dak. Dat is heel normaal. Dat is het, voor velen, het hard rock nummer waarmee alles begon. Voor veel metal fans ook. En dat is ook wat dat tof is. Bijvoorbeeld deze avond is een deel met het publiek. Als je Down Down speelt, dan gaan die ook uit hun dak. Dat blijft tof. Het is gewoon heel toegankelijke muziek zonder plat te gaan. Zal ik zo zijn. Ik heb een vrij ambetante vraag, maar een vrij interessante vraag als muziekliefhebber. Normaal stel ik ze als volgt. Veronderstel dat je op een verlaten eiland zit. Je mag enkel 3 albums meepakken. En je hebt geen radio, geen tv. En je moet voor de rest van je dagen naar 3 albums luisteren. Welke zou je beluisteren? Nu, omdat je een cool tribute band bent. Een extra vraagje. 3 albums van niet Status Quo. En 1 album van Co. Dat is 4 albums. 1 van Co en... 3 van andere bands, welke zou je meenemen? Wel, eigenlijk moet ik daar niet zo lang op denken. Dat is heel simpel. Een band als Status Quo is een live band. Dus de live van 76, die is, ja, alle grote hits van die tijd staan erop. Ja, Rocking All Over the World, Whatever You Want, ontbreken. Maar toch, dat album knalt als geen één. If You Want Blood, You Got It, van AC/DC. Dat is, ja, ik kan die 5 maanden aan elkaar opleggen. En ja, eigenlijk misschien verleken met die 2 een vreemde eind in de bijt. Blondie, Parallel Lines. Waarom? Ja, dat nummer hangt een beetje tussen punk en pop. En ja, het is heel tof. En ja, Debbie Harry, dat was de pin-up van dat moment. Dat was, ja... En nog steeds, maar dat staat mijn ringtoon op mijn telefoon, dus call me. Laatste vraag, waar kunnen mensen nu best volgen op sociale media? Heb je een website met de co-band en misschien ook met Nightlife ondertussen ook vermelden? Dus met de Belgian co-band kunt u ons vinden op www.belgianco-band.be. Als je googelt op Belgian co-band, vind je dat ook. Wij hebben ook een Facebookpagina waarmee dat we wel korter op de bal kunnen spelen. En ook spelen, omdat er komen altijd wel foto's van de recente concerten op. En vanuit daar hebben we ook een Facebookpagina die we sinds kort weer opgestart hebben. En waar je ook wel de concerten kan meevolgen.
Oké, dat was alles. Het was heel gezellig babbel. Dank u wel. Interview was gedaan door Jan Vervaeken voor Jan Vervaeken YouTube, Jan Vervaeken Foto en Film Facebookpagina en voor Dump Magazine. Dank u wel.